Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister-president Eugène Ruggenaat gaat de komende tijd proberen begrip te krijgen van Amerika. Amerika heeft namelijk sancties afgekondigd tegen PDVSA, maar die hebben ook gevolgen voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Daarom wil hij vragen voor een uitzondering voor deze eilanden. Vandaag komen de leden van het Amerikaanse congres naar Curaçao en er zijn plannen om samen met de minister-presidenten van Aruba en Sint Maarten naar Washington te gaan om de zaak van de eilanden daar onder de aandacht te brengen. De kustwacht heeft in de nacht van zondag op maandag een bootje aangetroffen. Er was radarcontact iets na middernacht en toen werd er een patrouille gestuurd om het vaartuig te identificeren. Bij aankomst vonden zij een zogenaamde Yola met 6 mannen en 2 vrouwen aan boord. Na controle werden bovendien nog 7 balen met drugs, 2 kippen en 2 apen gevonden. De personen en de balen zijn overgedragen aan de politie. De dieren zijn overgedragen aan de veterinaire dienst. Het bezoek dat parlementariërs van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vorige week hebben gebracht aan Nederland is succesvol geweest. Dat zeiden enkele parlementariërs gisteren tijdens een persconferentie. Volgens hem gingen de volksvertegenwoordigers naar Nederland toe om hun collega's in de Eerste en Tweede Kamer te informeren over de gevolgen van de situatie in Venezuela op de eilanden. Parlementariërs stellen dat hun opzet is geslaagd. Parlementariërs in Nederland waren geïnteresseerd in de boodschap en die boodschap is volgens hen ook begrepen. Nu hopen ze dat bij behandeling van moties in de toekomst er meer begrip is voor de situatie op de eilanden. Minister-president Eugène Ruggenaat stelde gisteren dat verschillende bedrijven zijn geïnteresseerd om de raffinaderij op Curaçao over te nemen. In de afgelopen periode zijn meer dan 60 bedrijven aangeschreven. Met 9 daarvan is al een non-disclosure agreement betekend. Dat is vaak de eerste stap bij verdere onderhandelingen. Door het ontwikkelingsteam van de raffinaderij zijn onlangs gesprekken gevoerd in Amerika, Engeland en Nederland. Ook wordt binnenkort afgereisd naar China om met een geïnteresseerde partij te spreken. Ruggenaat gaf aan dat Curaçao er alles aan doet om te zorgen dat de raffinaderij door kan blijven draaien en uiteindelijk wordt overgenomen door een nieuwe operator. Een nummerkantoor in Brievengat is gisteren op brute wijze overvallen. 2 gewapende en gemaskerde mannen drongen het kantoor binnen, bedreigden de verkoper en ook een aanwezige klant. Er werd een glazen wand kapotgeslagen en uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor met geld van het kantoor en bezittingen van het slachtoffer. De slachtoffers zijn in shock geraakt door de gebeurtenissen en later bijgestaan door slachtofferhulp. Curaçao heeft het goed gedaan tijdens de Garifta Games 2019 die op de Cayman Islands werden gehouden. Er werden verschillende medailles gewonnen en de 2 atleten die medailles hebben gewonnen kwamen gisteren al op Curaçao. Het gaat om Matthew Sofia en Vanessa Mercera. Ze werden ontvangen door jonge atleten van de Glory Runners. Die waren heel trots op Sofia en Mercera en poseerden ook uitgebreid met de medaillewinnaars. Mexico heeft honderden migranten die op weg waren naar Amerika aangehouden en vastgezet. De BBC meldt dat de politie tot actie overging bij de plaats Chiapas, waar een karavaan van ongeveer 3000 vluchtelingen onderweg was. Mexico staat onder druk van Amerika om iets te doen aan de vluchtelingenstroom vanuit Midden-Amerikaanse landen als El Salvador, Honduras en Guatemala. Die gaan naar Amerika toe, maar de Amerikaanse president Donald Trump dreigt de grens met Mexico helemaal te sluiten als Mexico niet meer actie onderneemt. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.